Okay. Now, ik heb de recording aangezet, dus ik denk dat we langzamerhand kunnen beginnen. Is iedereen het ermee eens dat we gaan beginnen? Helemaal. Helemaal. Goed zo, dan beginnen we. Mooi. Nee, dan ga ik dan begin ik even met een stukje van vorige keer altijd te herhalen. Even kijken. Amar Rabbi Yochanan, hè? Dat is dus hier. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan zei het volgende. Kom, op iedere plek in de Torah. Oh, er wordt geklopt. Eén moment. Matem rotsim. Yes. Lo. Yes. Yes, kom zo. Uka. E-mailen. Ja, dit zijn mijn neefjes uit Israël. Ze hebben beneden het imsje die meer zei. Dagit shalom. Shalom. Ja, gamut. Ani, hoe heet hem? Ocha, ani. Maar goed, is dat? Nou, dat waren mijn neefjes, de zonen van mijn... Goed, dan gaan we beginnen. Amar Rabbi Yochanan, zegt Rabbi Yochanan het volgende. Kom, iedere plek, Shnei Amar, waar gezegd is in de Torah, waar Yeshef en hij vestigde zich... Eno Ella, dat betekent niks anders, Lashon Tsaar, dat het aankondigt dat in de betekenis van dat er ellende zal gebeuren. Shneemar, hoe weten we dat? Omdat er geschreven staat in Bamidbar, in Numeri, hoofdstuk 25, vers 1, er staat geschreven waar Yeshef, toen vestigde Israël zich, Israël, Shittim, in Shittim. Begala Amlisnot, en toen begon het volk, ontucht te bedrijven, El Benot Moab, met de dochters van Moab. Even een slokje. Zoals jullie weten was dat in het plaatsje Shittim. En daar is het Jiddische woord stoes van afgeleid. Dat is een beetje dwaasheid of idiotie. Met de dochters van Moab. En een ander voorbeeld in Bereshit in Genesis, hoofdstuk 37, 5-1. Er staat er waar Jezef, Jacob, beërets. Toen vestigde Jacob zich in het land Megure Aviv, waar zijn voorvaderen zich gevestigd hadden. Hij kwam dus terug vanuit Aram Naharaim, waar Laban woonde. Daar kwam hij na zoveel jaren terug. Beërets Kanaan, in het land Kanaan, in het land van belofte. En vervolgens staat er, toen bracht Jozef de woorden, de slechte woorden over zijn broers El Avihem naar hun vader over. Nou, jullie weten wat er gebeurd is. Jozef, die werd in een put gegooid. Vervolgens wilde Juda en een andere broers hem doden. Ruben hield hem tegen. Die ging even weg. Toen kwam er een Midjanitische karavaan langs. En toen werd Jozef verkocht. Nou, volgens Talmud Sanhedrin, in hoofdstuk 10 staat dat beschreven. Er staat in de Torah geschreven Lo Tiknof. En dat betekent letterlijk stil niet. Ja, dat zijn een van de 10 geboden. Maar het is eigenlijk verkeerd
vertaald. Het betekent eigenlijk, je mag niet ontvoeren. Want er staat al op een andere plek in de Torah dat je niet mag stelen. En dit betekent, je mag iemand niet ontvoeren. Maar bij ontvoering, dat is op zich als strafbaar met gijzeling. Maar als je daarna iemand dan als knecht verkoopt, dan betekent dat dat je de doodstraf schuldig bent als genek. Dat is worging. En, ik heb dat toevallig gisteren net geleerd, dus wel leuk om dat even te herhalen naar jullie toe. Die broers van Josef, die hebben Josef gekidnapt en vervolgens verkocht aan een Midjanitische kooplui. Dus in feite waren die broers de dood schuldig, volgens de Talmud. Ik ga dat volgende week aan een vriend van mij, die een student in een yeshiva leert, ga ik vragen wat hij van mening is. Dus ik zal dat graag aan jullie vertellen, want ja, in feite hadden die broers halachisch gezien doodstraf verdiend. Goed, maar daar gaat het even hier niet om. Het ging over de betekenis van het woord waar Jezef, hij vestigde zich dat het altijd iets ongunstigs betekent. Zo staat er ook geschreven in hoofdstuk 47, vers 27 van Genesis, van Bereshit, waar Jezef Israël beëert Goshen. En Jacob vestigde zich met zijn zonen in het land Goshen, in de landstreek Goshen in Egypte. Nou, en jullie weten dat toen eigenlijk de 210 jaren van onderdrukking van het Joodse volk begon. Dat begon in feite pas na de dood van Jozef, dus dat duurde nog eens 70 jaar. Dus nadat Israël zich gevestigd had in Egypte, duurde het nog 70 jaar voor Jozef stierf. Die werd 110 jaar oud. 210 min 70 is 140. Dus de feitelijke slavernij in Egypte heeft 140 jaar geduurd. En dan staat er geschreven, waar ik Rewoeim Israël Lamut, toen naderde de dagen van Israël, dus in dit geval Jacob, Lamut om te sterven. Dus Jacob was heel oud geworden om te sterven. Nou, en dan weten jullie dat op dat moment, nadat Jozef overleden was, dat toen de onderdrukking in Egypte begon. Een ander voorbeeld van het woord Wajeshef vinden we in de Melachim 11, in 1 Koningen, hoofdstuk 5, vers 5. Er staat er geschreven, Wajeshef, toen vestigde zich Jehuda, Jehuda bij Israël, en Israël, Lawetach, vestigde zich in veiligheid, Ishtagat Givno, ieder onder zijn wijnstok, Betagat Teinato, en ieder onder zijn vijgenboom. Ja? Maar ja, toen gebeurde het volgende. Maar even kijken. Dan staat er geschreven, staat er verderop geschreven, waar Yakam Hashem Satan Lishlomo. Toen Juda en Israël dus veilig gezetteld waren in de dagen van Salomon, en ieder persoon onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenbomen zat, dan staat er het volgende, waar Jacob, Hashem, Satan en Shlomo. Toen liet God een vijand tegenover Salomon komen. Satan, dat betekent behalve dat het de engel van de openbare aanklager is, betekent ook iemand hinderen. Dus God, de eeuwige, hinderde Salomo door Hadad, de Edomiet, en van de koninklijke Mezerah HaMelech Hube Edom, van de koninklijke familie van Edom, door die op hem af te sturen. Ja, en toen ontstond er dus toch wel een catastrofale situatie. Ontstond een oorlog. Een ander voorbeeld. Ja, dat is... Dat zijn dus enige voorbeelden van het woord waar Jezef, dat iets ongunstigs betekent. Dus dat verhaal, dat wordt ineens tussendoor door de Talmud aangegeven. Dan gaan we verder.
We gaan verder met het verhaal van Biliam. In Numeri, Bamidbar, staat in hoofdstuk 31, vers 8, het volgende. Ontstond uiteindelijk, nadat jullie, dat weten jullie, dat verhaal we vorige keer over gehad, dat Biliam, die vertelde aan koning Balak, dat de God van Israël een verschrikkelijke hekel had aan immoreel gedrag. En nou, jullie kennen het verhaal dat er... dat ze markt oprichten, met Janitische vrouwen neerzetten, oude vrouwen en jonge vrouwen, de oude vrouwen voor de marktkraam, voor de tent, en de jonge vrouwen in de marktkraam, in de tent. En daarvoor kochten ze linnen aan de Israëlieten voor kleren, want de Israëlieten hadden oude kleren meegenomen. Na 40 jaar waren die wel een beetje versleten, linnenkleren uit Egypte, want in Egypte groeide heel veel vlas, en dat vlas werd gemaakt. Daar werden kleren uitgemaakt. In ieder geval, toen na die slag bij Shittim, waar 24.000 mannen stierven. Ik heb een interessante opmerking gelezen van Geert, die ook deelnemer is aan onze cursus. Dat de zielen van die 24.000 mannen, dat die waarschijnlijk terugkwamen omdat Rabbi Akiva, die had heel veel leerlingen. En in de eerste 33 dagen van de Omertelling, dus van de telling tussen Pesach en Shavuot, jullie weten dat we elke dag moeten tellen, tot en met de 49ste dag. En op de 50ste dag na Pesach is het Shavuot, het wekenfeest. Dan herinneren we de Matan Torah, het geven van de Torah. En op Lak Baomer, dat is op de 33ste van de telling van die 49 dagen, hield de sterfte van de leerlingen van Rabbi Akiva op. En hoeveel leerlingen waren dat die gestorven waren? Dat waren er precies 24.000. Dus dat zou dus een Gilgul Neshamot kunnen zijn geweest. Dus een, hoe noemen we dat? Een zielsverhuizing van degene die dus slecht gehandeld hadden in de tijd in Shittim, waarbij ze zich... overgeleverd hadden aan de prostitutie met de Moabitische vrouwen, die kregen de gelegenheid om hun zonde, als het ware, om tikkun te doen, om vergiffenis te krijgen van hun zonde, en om kapara te krijgen, verzoening te krijgen. En toen ze dat gekregen hadden, als een mens zijn tikkun, zijn... Ja, tikkun, dat is eigenlijk zijn volbrenging, volbracht heeft in deze wereld, dan sterft hij. Dat noemen we een tikkun. Dus die 24.000 mensen, die hadden hun zielsopdracht volbracht. En die 24.000 leerlingen, die stierven dus in die periode. Tot de 33ste dag van de Omer, dat is Lak Baomer, toen hield de sterfte op. En op Lak Baomer worden ook gevierd in Israël, op het graf van Imerom, van Rabbi Shimon Bar Yochai, wordt dan de 33ste van de Omer gevierd. En dat is een heel groot feest, met, en er worden vuren aangestoken. Met dat laatste ben ik het niet heel in eens, omdat dat eigenlijk een beetje afgodisch is. Maar goed, deze discussie zullen we hier maar even laten. Nou, wat gebeurde er? Volgens nummer in hoofdstuk 31, vers 8, werd Malachi met Jan Hargu al Galehem. En de koningen, het Joodse volk, versloeg dus, doodde de koningen van Midjan. Maar wie doodde ze nog meer? Al Geluhem. En tevens werden ook verslagen al diegenen die met hun waren. En... Even verderop staat geschreven, et Bil'om ben Beor. Die Biliam ben Beor, die bevond zich in te midden van het leger van Balak. Die werd dus ook verslagen, die werd ook gedood. En dan staat er verder in het vers zelf, staat en ook Evi en Rekem, Tsur, Goer en Rewa, de vijf koningen van Midjan, die werden ook verslagen. En Biliam ben Beor en Biliam de zoon van Beor, Bagheref, die werden met het zwaard geslagen.
Nou vraagt de Talmud het volgende. Mai bae hatam, wat deed Bileam daar? Wat deed hij daar bij die slag? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan zegt het volgende. Shehalach lito segar. Hij, Bileam, was daar naartoe gegaan, naar die koningen en naar Balak. Lito, om op te halen, segar, de beloning. Esrima Abba Alef, Shehipil bi Israël. De beloning in verband met het feit dat die 24.000 mannen van Israël gestorven waren wegens hun prostitutie die ze bedreven met die Midianitische vrouwen op aanraden van Bileam. Amar Mar Zutra en meester Zutra, de zoon Bar Tuvia, de zoon van Tuvia, die zegt in naam van Raaf het volgende. Hainu. Misschien even wat nader uitleggen. Dus die Bileam, die was eigenlijk, die woonde helemaal niet bij Balak, maar die woonde in Aram Naharaim. Hij had eigenlijk terug moeten keren naar Aram Naharaim. Maar hij was zo verzopt op het geld, want met zijn tovertrucjes verdiende hij geld bij alle volkeren. Eerst was het een profeet, maar hij heeft zich zo verlaagd dat de goddelijke geest uit hem wegging. En toen gaf hij zich over aan demonische toverij. En hij was zo verzot op het geld dat hij toch maar terugging naar het leger van Bileam en zei van ja, ik kom de beloning ophalen voor die 24.000 soldaten die overleden waren, Israëlische mannen die overleden waren. Nou, op dat moment was er een hevige strijd tussen Israël en de Midjanieten en Balak en al die koningen, maar waaronder ook Bileam, die werden gedood. Als hij daar niet naartoe gegaan was, als hij niet zo inhalig was geweest, dan had hij misschien nog in leven gebleven. En Amar Raaf, in naam van Raaf, wordt daarom het volgende spreekwoord wordt gezegd. En wat is dat spreekwoord? Hainu de Omri, het is een volksgezegde. Een populair volksgezegde. Die mensen zeggen, de Omri Inshi, Gamle Osla de Lemibue Karne. Een ezel komt om zich horens als een os te verwerven, hè, dan is hij sterk. Odenu de Havele Gezizon Mine. Maar wat gebeurt er? In plaats daarvan dat hij die horens krijgt, worden zijn oren van zijn gezicht gehaald. Dus met andere woorden, iemand komt een beloning halen, maar in plaats van dat hij die beloning krijgt, wordt hij geknipt en geschoren, zoals wij in Nederlands die uitdrukking zeggen. Ja? Dus wanneer een ezel zijn beloning komt halen, namelijk de horens, worden hem de oren afgeschoren. Dat is dus de betekenis van dat gezegde wat rondgaat. Dan staat er geschreven in de pasuk, in het vers, in Jehoshua, hoofdstuk 13, dus in Jozua hoofdstuk 13, vers 22. Bileam was dus eerst profeet, maar omdat hij zo slecht handelde en omdat hij weliswaar van God de opdracht had gekregen, doordat er een engel als het ware in zijn keel zat die Gods zegen uitsprak, maar zijn intentie was het Joodse volk te vervloeken. Ja, hij was niet met God, maar hij was met Balak. En daar was God eigenlijk boos om. En daarom verloor hij al zijn profetische krachten. Toen hij dat merkte, ging hij over op toverij. Hij begon demonen aan te roepen. De negatieve krachten die hem weliswaar hielpen, maar vanuit de duistere kant. Ja? En daarom staat er in Jozua staat er geschreven bij het Bileam ben Beor. En Bileam, de zoon van Beor, Hakosem. Dat betekent de tovenaar Bileam, ja? die was oorspronkelijk een profeet, maar zijn profetische gaven die verloor hij en daarom wendde hij zich tot tovenarij. Amar Rabbi Yochanan,
En dan, en Rabbi Yochanan verklaart dit als volgt: Batechila, aanvankelijk Navi. Aanvankelijk was hij een profeet met enorme, hoge profetische gaven. Er staat ook geschreven over Mozes, Welokam Navi Ot bij Israël. Er stond nimmer op in Israël een profeet als Mozes. Maar buiten Israël was er een profeet, die heette Bileam. Maar Bileam ging zich te buiten, omdat hij, ondanks dat God me aanvankelijk verbood om mee te gaan met die mannen. Nou, jullie kennen het verhaal. Er kwam een hogere delegatie. Ja, en wij hebben een vrije wil als mens gekregen. Dus God kan niet tegen Bileam zeggen, je mag niet gaan. Hij zei, je mag wel gaan, maar je moet zeggen datgene wat ik in je mond leg. En dan staat er, hij ging niet itgem met hun, maar hij, er staat imagem. Hij ging met hun in de zin dat hij het ook spiritueel, geestelijk, met die mannen, die diplomaten van Balak, eens was. En in zijn hart wilde hij die mannen, wilde hij dus Israël vervloeken. En daarom moest God als het ware een beetje om hem lachen. Waarom lachte God over hem? Jij, profeet, jij denkt dat jij hoog bent en dat je mij kunt zien. Jouw ezelin, dat is nog een, die heeft nog een grotere gave dan jij. Want die ziet mijn engel. Hè? Die engel, die ezelin, die heeft 3 keer een engel gezien. De eerste keer stond hij op de weg en toen ging die ezelin opzij. Waardoor Bileam die ezel begon te slaan, omdat hij van de weg afging. De tweede keer ging de engel staan op een heel smal pad, zodat het been van Bileam, doordat die ezelin die engel zag, werd geschampt en verstuikt. En hij werd verlamd, en daarom wordt hij ook lam genoemd. Hij werd helemaal verlamd aan zijn benen. En toen sloeg hij hem nog harder. En de derde keer zag die ezelin weer die engel. En toen legde hij zich neder, hij ging liggen, die ezel. Dus die ezelin zag de engel wel, maar Bileam zag de engel aanvankelijk niet. En toen opende God dus de mond van de ezel en begon te spreken. Waarom sla je mij? Ik ben toch immers altijd je ezelin geweest. Nou ja, dus die ezelin, dus God maakt als het ware Bileam helemaal belachelijk door hem als het ware te laten zien. Jij denkt dat je een profeet bent en met mij kunt communiceren. Die ezelin ziet meer van mij dan jij op dit moment. Dus uiteindelijk, Ulewasof, uiteindelijk, Kosem, werd hij een tovenaar die dus gebruik maakte van allerlei demonische trucjes om in contact te komen met de demonische wereld. En demonen aan te roepen, zodat die hem zouden helpen. En jullie weten dat het aanroepen van demonen om je te helpen in sommige gevallen misschien wel toegestaan is, maar zeker niet door Bileam op deze manier. Oké, Amar Rav Papa. En dat wil dus zeggen, dat is dus de betekenis van het populaire volksadagium. Inche Mesagene. Vishalite, die de vrouw is geweest van een prins of van een hoger geplaatste minister in het koninkrijk, Have, die pleegt ontucht, Ivzin Legavre Gnagre, die pleegt ontucht met mensen die houtstimmerlieden van schepen. En mensen die dus, dus een heel in die tijd een min beroep hadden. Dus die prinses die eerst heel erg gezien was, die verlaagt zich door ontucht te hebben met mensen van een mindere afkomst, als het ware. Ja, dan gaan we naar de volgende daf, de volgende folio van de Talmud. Er staat geschreven in Joshua hoofdstuk 13, zin 22, dat Bileam, de zoon van Beor, de tovenaar, staat er dan, Hargu bnei Israel bagerev, die werd door Israël gedood door het zwaard. Maar
Er staat erbij El Galileem. Ze werden gedood met hun manieren van doodslaan. En wat wordt hiermee bedoeld? Wat wordt bedoeld? Hij wordt gedood met de manieren van doodslaan. Amar Raaf, en Raaf zegt het volgende. Zie je Kimubo, aan hem werd hem voltrokken, aan Biliam, Arba, Mitot, Bedien. En waar de vier, daar begint ook Sanhedrin mee. Dit Talmud traktaat, dat begint met de vier soorten doodstraffen die kunnen worden uitgesproken door het Sanhedrin. Dat zijn skila, dat is steniging. Steniging, dat gebeurt op een speciale manier. Misschien kan er even, maar dat zal ik zo even uitleggen. Srefa, verbranding. Herek, dat betekent onthoofding door het zwaard. En genek, dat is worging. Nou, dat zijn niet al de meest prettige onderwerpen. Maar even kort uitgelegd, sekila, steniging, daar denken mensen altijd. Er wordt iemand vastgebonden en die wordt vervolgens door het hele volk met stenen bekogeld. Nou, zo gebeurt het niet. Beetje eng verhaal, maar in het Talmud staat beschreven dat iemand wordt naar Beit Sekila gebracht. Dat is meestal een afgelegen plek in de buurt van het Sanhedrin. Dus, daar staat een ruïne, een oud gebouw. En daar wordt hij van de tweede verdieping naar beneden gedonderd. En als hij nog niet dood is, dan staan de twee getuigen die hem eerst gewaarschuwd hebben dat hij een overtreding heeft begaan en voor de tweede keer ook nog de straf hebben meegedeeld. En dan moeten ze ook de goede straf mededelen, dus de goede doodstraf. Als ze de verkeerde doodstraf meegedeeld hebben, dan wordt die man niet ter dood veroordeeld. En bovendien worden er 7 onderzoeksvragen aan die 2 getuigen verteld. En als 7 van die hoofdonderzoeksvragen verschillend worden beantwoord, dan worden hun getuigenissen worden verworpen door de rechtbank. Dus er wordt gezegd dat wanneer in 1 generatie meer dan 2 keer doodstraf werd uitgesproken door een Sanhedrin, dan was dat een slecht Sanhedrin. Dus het kwam bijna nooit voor. Maar goed, wat zijn nou die 4 doodstraffen? Sekila is steniging. En dat betekent dat iemand dus werd op een laag gebouw geplaatst, op een ruïne, op een bergheuvel gezet. Dan werd hij naar beneden gegooid. Daar stond de andere getuigen, want degene die het gezien hadden en hem gewaarschuwd hadden, die moesten ook als beulen fungeren. Die had een grote steen, die was zo zwaar dat hij nauwelijks kon optillen. En die moest hij dan, als hij nog niet helemaal dood was, op zijn hoofd gooien. En als hij dan nog niet dood was, was er ook nog een tweede steen. Nou, dat is steniging. Srefa, wat is dat? Dat is ook geen pretje. Dan werd er een lood werd er gesmolten. En als dat lood gesmolten werd, dan werd er een soort klem in iemands mond geplaatst en werd dat lood in zijn slokdarm gegooid. Dus iemand verbrandde dan van binnen. Dat is srefa, dat is verbranding. Herk is worging. Dat is ook niet prettig. Dan werd er een doek om iemands hals gebonden met een lang eind. En die werd aan de ene kant geplaatst. En een ander doek werd ook om zijn hals en die werd aan de andere kant geplaatst. Die man werd vervolgens in een moeras gedumpt, dat hij met zijn hoofd tot zo hoog zat. En dan moesten 2 paarden of 2 ossen, die moesten aan die touwen trekken. En dat was dan herk, worging. En genek, dat is genek, dat is worging. En herk, dat is onthoofding door het zwaard. Dat was, en ja, hier wordt genek als de minst erge vorm van doodstraf genoemd. In de Gemara althans. Nou, als je moet kiezen, ik weet het niet. Maar ik hoop nooit dat dat... Goed. Het komt deze tijd gelukkig nooit meer voor. En ik denk in de toekomst ook niet meer. Goed. Amar la ahu mine. Ah, daar wil iemand iets zeggen. Daniel, wil jij wat zeggen? Daniel, wou je wat zeggen of niet? Nee. Oké, maakt niet uit. Oké, dan gaan we verder. Amar le ahu mine le rabbi Ghanine. Er was eens een ketter
Ja, die sprak het volgende aan Rabbi, waar ben ik? Ja. Nee, ik ben ik niet. Amale, Michtaf. Ah, wat is het? Ja, Amale, Abu Minele, Rabbi Ghanina. Hij was dus een ketter die het volgende aan Rabbi Ghanina zei. Mishmia leeg, kun je mij ook vertellen, ja? Bilam Barkamahu hebben. Hoe oud is Bilam eigenlijk geworden? Amarle, en hij gaf hem het volgende antwoord. Dus Rabbi Ghanina gaf de ketter het volgende antwoord. Lokotuf, dat staat niet exact beschreven in de Torah, Ella, maar ik kan dat afleiden met dichtief van datgene wat er geschreven staat in het Tehillim, in de psalmen van David, namelijk in psalm 55, vers 24. Daar staat namelijk het volgende. Anshe damim, dus bloeddorstige mensen, ja, dus mensen die slecht zijn, umirma, arrogante en leugenachtige mensen, lo yechtsuye mehem, daar, die leven niet meer dan de helft van het aantal jaren wat hun toebedeeld is, wat hun beschoren is. Ja? En jullie weten uit de psalmen van David dat een normaal mens 70 jaar oud wordt en als hij heel sterk is, wordt hij 80 jaar. En dus in dit geval, bar taltin utelatsheni. Als ik het bereken, zegt die, hoe heet het, zegt die Rabbi Ghanina, dan is het zo dat hij ongeveer 33 of 34 jaar oud moet zijn geworden. Even kijken of ik daar nou gewoon een verklaring op kan vinden. Nou, dat is een beetje moeilijk, dat hij 33 of 34 jaar oud zou zijn geworden, want jullie weten dat toen Jozef gestorven was in Egypte, dat was de 70 jaar nadat Jacob zich had gevestigd in Goshen, en jullie weten dat het totale verblijf van de kinderen Israëls 210 jaar was, dus de slavernij begon meteen na de dood van Jozef, die begon dus. En die duurde 140 jaar. En hoe begon de slavernij? Dat er een koning was die Jozef niet gekend had. En wat deed die koning? Die farao, die liet drie raadsheren komen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Er was één die heette Job, één die heette Jitro en één heette Biliam. Nou, Job die, de astrologen van farao hadden gezegd, de verlosser van het Joodse volk, die, ja, de grote vijand van die verlosser is het water. Wat zagen ze namelijk? Dat Mozes uiteindelijk tegen de rots zou slaan. Met een toverij zagen ze dat de verlosser van het Joodse volk tegen de rots zou slaan voor water in plaats van te spreken. Dus dat uiteindelijk het einde van de verlosser zou betekenen. Met andere woorden, water was de grote vijand. Dus wat deden ze? Farao, die kreeg het advies van de Gartomei Mitzrayim, van de tovenaars van Egypte. Gooi alle jongetjes in de Nijl, zodat er geen één enkele verlosser zal opstaan. Nou, alle jongetjes werden in de Nijl gegooid. Maar voordat hij dat deed, vroeg hij advies, farao, aan de drie Joatsim, aan zijn drie raadgevers. De eerste was Job, die hield zijn mond terug, in mond stijf op slot. En die werd als het ware tussen aanhalingstekens bestraft, omdat hij een leven van lijden met kwellingen, maar ook met nisim, met isurim, met lijden tegemoet ging. Maar hij doorstond de proef goed. Hij was toch een tzaddik. Een tzaddik heeft meestal moet lijden in zijn leven. De tweede man was Jitro. Jitro die zei,
Gooi die jongetjes absoluut niet in de rivier. Nou, die moest onmiddellijk op de vlucht en die werd beloond, omdat zijn nakomelingen allemaal deel zouden nemen in het Sanhedrin. En zijn nakomelingen zouden ook gaan wonen in de stad, in de Dadelstad in Jericho. En de derde adviseur was Biliam. Nou, jullie weten dat Biliam adviseerde, gooi die jongens in het water. Dus Mozes werd ook met een mandje in het water gegooid, maar hij werd gered door de prinses Bithia. Mozes betekent ook, hè, de naam Mozes, Moze, betekent hij die uit het water is gehaald. Nou, daarom heet Mozes ook Mozes. Ki min ha-mayim mishishuhu, want ik heb hem uit het water getrokken. Dus, wat gebeurt er in dit geval? Ja, dus deze Rebbe die zegt, en die Biliam, die zou niet ouder dan 33 of 34 jaar worden, maar wat is het probleem? Biliam was al aanwezig in het hof van Farao, en dan moet hij minstens 18 jaar oud zijn geweest, ik denk zelfs ouder, 140 jaar voor de verlossing van Israël uit Egypte. En daarna nog eens een keer, na 40 jaren van omzwerving, kwamen de kinderen Israëls pas Balak tegen, vlak voordat ze het Joodse land ingingen. Dus Biliam zou dan in dat geval al 200 jaar oud zijn geweest. Dus dat is een probleem wat ik op dit moment even niet kan oplossen. Ik heb het aan een bevriende rabbijn gevraagd. En die zou er ook over nadenken. Dus als jullie een antwoord weten, ik weet het nog niet. Maar goed, jullie zijn welkom. Volgende week hoor ik graag jullie antwoord. Of als jullie het nu weten, zeg het dan ook nu. Goed, dan gaan we verder. Dus volgens die schatting van die rabbijn zou hij niet ouder zijn geworden dan een jaar of 33, 34. Amarle, toen zei die ketter, die zei vervolgens tegen Rabbi Ganina, Shapir Kamart, dat heb je mooi gezegd. Le Didi, maar volgens mij, Gazile Pinkasia de Biliam, zag ik de kronieken van Biliam. We hebben ketief bij en in die kronieken is het volgende geschreven. Bar Taltin Utelatjenin. Hij werd niet ouder dan 33 jaar, Biliam Gagira. Biliam was bovendien nog eens een keer, lam. Kat ketiel, Jeshe Pinchas Lishtme. En door wie werd hij gedood? Door wie zou hij gedood zijn, jongens? Wie kan dat raden? Hij werd gedood door Pinchas. En Pinchas was een beetje listie. Hij wordt genoemd door die ketter, wordt Pinchas, die wordt eigenlijk een soort, een outlaw, zeg je in het Engels. Iemand die boven de wet staat. Waarom? Wat had Pinchas namelijk gedaan in Shittim? Die had gezien dat Zimri, dat was het hoofd van een van de stammen van Israël, ontucht bedreef in het openbaar met Zimri, met Cosbi, een Midianitische prinses. En Mozes, die wist niet wat te doen. Mozes was trouwens zelf getrouwd met een Midianitische vrouw, namelijk met Zippora, de dochter van Jitro. Dus die stonden met zijn handen in zijn haar. Mozes wist eigenlijk niet goed wat te doen, hij had geen antwoord. Hij was verlamd van schrik. En dan staat er, Pinchas ben Aharon, Pinchas ben Elazar ben Aharon ha-Kohen. Toen kwam Pinchas, de zoon van Elazar, de zoon van Aaron, de hoge priester. Heshif et Gamato, hij deed de woede van God bedaren, al benee Israël, wegens de kinderen Israëls. Wat deed hij namelijk? Hij voerde het zwaard of een spier, een lans, die bracht hij
aan in het onderlichaam van beide personen die met elkaar ontucht bedreven. En toen op dat moment bedaarde de woede van God en stierven de mensen niet meer. Dus er waren op dat moment al 24.000 mensen gestorven door de corona of wat voor een ziekte dan ook. Nou hebben we het gehad, zoals jullie weten, over, we sluiten nu de discussie over Biliam af. En wij gaan nu over, jullie weten dat Biliam de eerste van de vier gewone mensen was die geen toegang verkreeg tot de toekomende wereld. En we gaan nu over, de Gemara gaat nu verder, de Talmud gaat nu verder met Doeg. Doeg was een Edomiet. Maar, en daar wordt over beschreven in Samuel 1, in hoofdstuk 21 en 22. Jullie kennen het verhaal. Dat Doeg Saul had, koning Saul. En Doeg was de raadgever van koning Saul. Maar Doeg was een proseliet. Maar tegelijkertijd was hij ook een enorm grote Joodse geleerde. Hij was zelfs, zegt men, het hoofd van het Sanhedrin van koning Saul. Dus het was even, behalve dat hij, het was een heel geleerde man. En die Doeg, die had gezien dat David van de priesters in de priesterstad Nob, jullie weten dat de hoge priester in de priesterstad Nob, die heette Abimelech, en David had niet gezegd dat hij op de vlucht was voor koning Saul. Als hij dat gezegd had, dan hadden de priesters misschien niet dat zwaard aan hem gegeven. Maar ze gaven hem brood. En als Jonathan Saul brood had gegeven, was deze hele geschiedenis niet gebeurd. Dus jullie zien hoe belangrijk het is dat je mensen die honger hebben, of mensen die op de vlucht zijn, of slaan, dat je die proviant meegeeft. Dat als David en Jonathan, toen ze afscheid namen, als Jonathan brood aan David had meegegeven, dan had hij niet aan de priesters dat nog gegaan om daar brood te vragen. En dan hadden die priesters ook niet vermoord geweest door Doeg. En was Doeg wel in de Olam Haba gekomen. Maar Doeg, die zag dat allemaal, dat het zwaard van Goliath aan David werd gegeven. Hij zag dat hij brood kreeg van de priesters, en namelijk van de toonbroden van, die daar lagen voor God in de tabernakel. Die werden aan David gegeven om op te eten. En dat bracht Doeg over aan koning Saul. En Saul ontbrandde in woede, ging naar Abimelech en zijn priesters in Nob. En die wisten helemaal niet dat David op de vlucht was. En die wisten ook niet dat Saul achter hem aan zat. Dus die ontkende alles. Saul gaf vervolgens de opdracht, onder andere aan de generaal Avner en aan zijn zoon Amasa, om Doeg te doden. Maar die weigerde dat. En toen kwam Doeg naar voren. En hij doodde die priesters uit de priesterstad. En dat is de reden dat Doeg geen toegang verkreeg tot de toekomstige wereld. Dat is dus in het kort het verhaal. Oké, dan gaan we even weer terug naar de tekst. Amarle mar berede rabina leverij begulu. Maar de zoon van Rabine zei het volgende tot zijn zoon. Met betrekking tot al die mensen, die vier mensen die niet een deel hebben in de toekomstige wereld. Lot de peesle midras. Daar mag je niet uitgebreid midrashim vertellen en proberen erachter te komen. Al de versen die op hun betrekking hebben. Waarom? Omdat dat te veel eer voor hun zou zijn. Goed, Biliam en Rasha, maar met betrekking tot Biliam, de slechte profeet.
daar, ja, de kamma de miskagat bij de rosbe, daar mag je zoveel mogelijk proberen uit te leggen waarom hij geen deel uitmaakt van de toekomstige wereld, omdat het zo'n slecht figuur was. En die slechtheid mag je uitgebreid, daarover mag je uitgebreid kont doen in de Midrash en in de Talmud. Maar we gaan verder over Doeg. Ketief, er is over Doeg het volgende geschreven. Even kijken. Enerzijds staat Doeg geschreven met een waaf. Dat zien jullie hier, Doeg, een waaf. Oegetief, anderzijds staat er ook... In een ander vers in het boek Samuel staat er geschreven door ik met twee joods. Amar Rabbi Yochanan. En Rabbi Yochanan zegt hier over het volgende. Betegila, aanvankelijk, Yosef HaKodesh Baruch Hu. Aanvankelijk was het zo dat door ik een zeer groot geleerde was. En... Hij zat eigenlijk als het ware met Hakadosh, met de heilige geloof, zei hij. Hij was bij de heilige geloof, zei hij. We Doeg Shemo. En daarom heette hij Doeg. God maakte zich over hem bezorgd dat het hem goed zou gaan. Shema Yetzezele Tarbut Ra'a. Hij was bang, God, dat hij de slechte kant op ging. La'achar Shiatza. Maar nadat Doeg zich eenmaal op het slechte pad had begeven, Amar zei God als het ware, wauw, oi, wauw betekent dit, woi, 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 oi, oh wat erg. Shiatza zei, want hij ging inderdaad het slechte pad op. Dus als je hier kijkt naar Doeg, dan staat daar die waaf, die joed en die joed in. Dus oi, wauw, wat is met hem gebeurd dat hij zo slecht is geworden? Ja, sommige mensen, ik heb gelezen, en dat is ook mijn vader heeft me dat verteld, dat Eichmann, dat een Gilgul zou zijn van Doeg. Waarom? Eichmann, de naam Eichmann, daar zit het woord eeg. Hoe slecht ben je, man, mens, hoe slecht, man, ben je groot geworden, hè? Van Eichmann is bekend dat het een bureaumoordenaar is. Dat is ook de reden dat hij in Israël, dat hij ontvoerd is uit Argentinië. De neef van mijn moeder was gezagvoerder van het El Al vliegtuig. Wat Eichmann vervoerd heeft naar Israël. En daar is hij voor het gerecht gebracht in 1964. En daar is hij uiteindelijk is hij tot een strop veroordeeld. En... Een as is verstrooid over de Middellandse Zee. Dus eig man. Hoe? Eig is eig in het Hebreeuws. Dat betekent ach. Wat ben je toch man? Wat ben je toch afgedaald in slechtheid? Dit even terzijde van het verhaal van Doeg. Gaan we weer verder. Shimon. Nu wordt er een ezelsbruggetjes... Sorry, er wordt nu een ezelsbruggetje verteld in zaken Doeg. Want de Talmud gaat nu uitgebreid een aantal versen uitleggen die over Doeg beschreven staan. En Doeg, omdat ezelsbruggetje wordt altijd geproduceerd door de Talmud om de studenten van de Talmud te helpen om die tekst uit hun hoofd te memoreren. Ja, dus dit ezelsbruggetje dat luidt, Gibor, dat betekent held, Rasha, slechtaard, Tzadik, rechtvaardige, Gelewe, Sofer, dus, rijkdom, en Sofer betekent iemand die telt, de teller, hè, de belastinginner. Dat is een Sofer, iemand die moet schatten hoeveel geld er in een stad is, zodat hij die stad kan belasten. Met geld voor het koninkrijk. Amar Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak die vertelt het volgende.
Mai dichtief, wat is de betekenis van wat er geschreven staat in Tehillim in Psalmen, in Psalm 52, vers 3? Dan staat het volgende. Kijk. Mai tishalal bera'a. Waarom, als het ware, sla je jezelf op de borst in verband met jouw slechtheid? En dat staat geschreven in de psalmen van David in Psalm 52, vers 3. Deze psalm is door David gecomponeerd als uiting van zijn veroordeling van het geroddel van Doeg over koning over David. Hè? Want Doeg roddelt naar koning Saul over David. En daarom zegt David in deze psalm, maat dit halleel bra'a. Waarom sla je jezelf op de borst? Omdat je zo slecht bent geweest. Ja? En over mij geroddeld hebt. Jij, Hagibor, waarom beroddel je de machtige, ja? De machtige mens, mij, koning David. Geset eel, de liefde van God, kol hayom, mogen die altijd over mij zijn. Amar lo hakadosh borgu, en de heilige geloofde hij, die sprak het volgende. En dan zei hij tot Doeg, le Doeg, hij sprak tot Doeg, logi bar batora atta. Hoe is het mogelijk dat jij roddelt over koning, over David? Ben je dan geen held in de Torah? Hier komt het woord gibor terug, hè? Ben je dan niet een enorm wijs geleerde? Zit je dan in het Sanhedrin? Maat dit haleel bra'a, wat rolde je over hem, over David? Logeset, ja, is het dan zo dat logeset el natuya lega kolayom, is het dan niet zo dat Gods liefde zich over jou uitspreekt de hele dag, dat God altijd lief voor jou is gedurende heel je leven? Waarom rolde je dan over David. Maar Amar Rabbi Yitzchak, en Rabbi Yitzchak die zegt ook het volgende. Mai dichtief, wat is de betekenis van wat er geschreven staat in de 50e psalm in vers 16? En hoe luidt dat vers? Ule Rasha Amar Elohim. En tot de slechte mens, zegt God. Malega, wat mankeert je toch? Ja? Wat is jouw doel? Le saper gouke. Wat mankeert je? Je leert over allerlei halachische voorschriften, over mijn halachische voorschriften. Amar lo hakadosh baruch hu, en de heilige geloof zei hij, die sprak tot Doeg, Harasha, de slechte Doeg. Malega, wat mankeert jou? Le saper gouke, om mijn wetten uit te leggen. Ja? Waarom vertel je al die wetten? En hou je jezelf bezig met de studie van mijn Torah? Kusheata magia le parashat metzachim. Want wanneer jij komt aan het aan de afdeling van de moordenaars, Uferishat Misifrela Shon, en aan de afdeling van degene die kwaad spreken, Ma'ata Doresh Bahem. Wat wil je over deze zaken uitleggen? Wat wil je hierover verklaren? Ja? Hoe ben jij in staat om dit te verklaren wanneer je zelf de priesters van Nob vermoord hebt en bovendien nog eens een keer roddelt over mijn dienaar David? Ja?
Wat is de reden dat jij al mijn wetten als het ware telt? Dat je ze allemaal optelt? Omdat je die wetten als het ware verzaakt. En wanneer je bijvoorbeeld bij de uitleg van de passage van de moordenaar of van hij die roddelt, wanneer je daar komt, pas je dat niet toe, maar gaat zelf moorden, namelijk de priesters van Nob, en begin je te roddelen over mijn dienaar David. Waarom doe je dat? En de Talmud legt dus dit vervolgens uit, doordat de Talmud een vers uit Psalmen citeert, uit hoofdstuk 50, vers 16. Er staat namelijk, Watissa briti alai piga. Je draagt mijn verbond op jouw lippen. Je bent immers, ja? Je hebt je met mij verbonden met je mond. En dit wordt uitgelegd als volgt door Rabbi Ami. Een torato shel doek ela mishpa v'lachot. Dat betekent dat de Torah die doek zogenaamd leerde en waarvan hij kennis had, ja, dat had louter uit zijn mond kwam, maar het zat niet in zijn hart. Het zat wel misschien in zijn hersenen, maar het daalde niet af in zijn hart. Het ging rechtstreeks van zijn hersenen naar zijn lippen en naar buiten. Hij had er geen gevoel bij. Begrijpen jullie dat? We amar, dan wordt de derde uitleg hiervan, wordt gedaan door Rabbi Yitzchak. Mai dichtief. Wat is de betekenis van wat er geschreven staat over Doeg in de psalmen van David, namelijk psalm 52, vers 8. Er staat het volgende over Doeg. Wajeru tzadikim, wajerau. De rechtvaardige mensen zullen het zien en zullen, ja, aanvankelijk bevreesd zijn. We alaf Yeshaku, maar zij zullen over hem, over Doeg, uiteindelijk lachen. En de betekenis hiervan is het volgende. Bategila, aanvankelijk vreesden zij de kennis die Doeg was en zijn rechtvaardigheid. Daar waren zij, hadden ze ontzag voor. Jerau, daar hadden ze ontzag voor en respect voor. Ulewasov, maar uiteindelijk, toen hij onrechtvaardig handelde door ik, toen hij die priesters vermoordde en roddelde over David, Ulewasov, tenslotte, Yishaku, tenslotte, stierf hij vroegtijdig en Yishaku, en lachten ze over hem. Ze maakten hem als het ware belachelijk. Ja? Jullie weten dat Doeg een enorme hoge positie bekleedde in het Sanhedrin. Hij was de hoffunctionaris en de Joeds. Hij was de raadsman van koning Saul. En zelfs de rechtvaardige mensen van zijn geslacht, die probeerden bij hem in een wit blaadje te komen, omdat ze zijn respect hadden voor zijn rechtvaardigheid. Hij genoot van zijn eer die hij had. Maar Doeg stierf vroegtijdig, op de leeftijd van 34 jaar. En uiteindelijk maakte de rechtvaardige mensen die om hem heen vertoefden hem belachelijk. Want het was duidelijk dat uiteindelijk Doeg werd beloond, tussen aanhalingstekens, door zijn slechte gedrag en zijn slechte daden. Omdat hij geroddeld had over, slecht gesproken had over David. David had verraden bij Saul. En omdat hij alle priesters van Nob vermoord had. En in de
spreuken, in de spreuken van Salomo, hoofdstuk 11, vers 10, wordt het volgende gezegd: Uwa'awat resha'im rina. Over de vernietiging van het kwaad en van de slechte mensen is alleen maar vreugde. En dat wordt uitgelegd ondanks het feit dat Doeg zoveel Torah geleerd had, dat er zoveel Torah uit zijn mond kwam, maar niet uit zijn hart, ja, dat al die geleerdheid niet kon voorkomen dat Doeg uiteindelijk op 34-jarige leeftijd prematuur stierf en dat hij geen deel uitmaakte van de toekomstige wereld. Nou, dames en heren, beste vrienden, ik ben aan het eind van deze les gekomen en ik zou graag het woord aan jullie willen geven. Overigens vind ik het een buitengewoon fijn dat jullie weer met zoveel mensen vanavond aanwezig zijn. Maar goed, ik geef het woord aan jullie. Ik zou zeggen, vraag vrij. Ja, Jacob, nog even over dat verhaal van Biljam, waar we technisch gesproken met een probleem zitten voor wat betreft zijn leeftijd. Ja. Waar ik aan dacht, en ik zeg er onmiddellijk bij dat het een suggestie is, en ik wil het niet verkopen als waarheid, maar ik overwoog de mogelijkheid dat de taak die Bilam had toen hij raadgever was bij Farao, dat die taak later is overgegaan op een ander, die dus, waarvan je nu kan zeggen dat hij de geest van Bilam had. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik zou dat kunnen onderbouwen met het feit dat Elisha de geest van Elia meekreeg toen de twee scheiden. Twee keer zo sterk zelfs. Hè? Ja, dat precies. Dus het profeetschap wat Elia had, was natuurlijk dat kwam uit de geestelijke wereld. Dat was een gave van God. En God beschikte daarover. Ja. Maar in de tegenovergestelde wereld zou een dergelijk mechanisme ook denkbaar zijn. Dat is een negatieve taak die iemand heeft, ook weer overgaat op een ander. Ja, dat zou kunnen. Dat is een hele goede verklaring. Ik heb ook nog een andere, laat ik maar zeggen, die verklaring die je geeft, dat noemen wij een zogenaamde homiletische verklaring, een midrashachtige verklaring. Dat is heel goed mogelijk. Ik zou er nog één willen toevoegen aan die van jou. Er staat geschreven: er stond niet op in Israël een profeet gelijk aan Mozes. Mozes is 120 jaar oud geworden. Nou zou je je kunnen voorstellen dat Biljam, die dus eerder stierf dan Mozes en wel wat ouder was, althans eerder geboren was, maar dat het even knie van Mozes was in slechtheid. En dat hij in feite ook 120 jaar is geworden, want dat is precies die periode, zou je kunnen zeggen. En dat hij dus een slechte profeet is geweest. Dus in zijn slechtheid heeft hij 120 jaar kunnen functioneren. Maar ja, dat is, ik weet niet, het is maar een suggestie. Blijft het zou kunnen. Speculatief. Dat is het leuke. Ja. Mij wou ook wat zeggen. Ik zie dat je hoofd schudt, of is dat niet zo? Ik ben het alleen maar met hem eens. Ik vind het interessante uitleg over.
hoe dit gegaan is. Waar ik wel wat over wil zeggen, is wel wat interessant is, waar niemand zo 1, 2, 3 bij stilstaat. Maar aangezien er ook Noachiden komen en andere mensen die uit het christelijke geloof komen, nou zien we door de 4 doodstraffen die de rechtbank had kunnen uitspreken, dat daar nooit bij gestaan heeft kruisiging. En kruisiging nee, is niet iets joods. Romeinse straf. Ja, en ja, daarvoor kunnen we van uitgaan dat het verhaal dat de Joden Jezus zouden vermoord hebben of gedood hebben, dat kan helemaal niet, want bij kruisiging bestaat bij ons helemaal niet. Nee, dat klopt. Het is wel zo dat in Sanhedrin, dat ben ik op dit moment aan het vertalen, er wordt gesproken over een Jezus daar wordt gediscussieerd. Die heeft een aantal leerlingen. Eén heet Matthai. Er zijn een aantal leerlingen die genoemd worden en die ook gelijken op de namen van de 12 apostelen die genoemd worden in het Nieuwe Testament. Maar uiteindelijk worden Jezus, die persoon die, waarvan overigens door de commentatoren wordt gezegd dat die Jezus 200 jaar voor de geboorte van de echte Jezus leefde. Maar die Jezus is niet ter dood veroordeeld door het Sanhedrin. Dat is dus niet. Maar goed, in ieder geval is het zo dat door het Sanhedrin werden 4 soorten doodstraffen uitgesproken, maar nimmer werd de doodstraf kruisiging is onbekend bij het Sanhedrin. En dat was een Romeinse doodstraf. Ook overleden is op Shabbat. En Shabbat wordt geen doodstraf uitgesproken. Mag niet. Hij wordt gekruisigd op Shabbat. En dat mag niet bij het Sanhedrin. Mag het Sanhedrin nooit op vrijdag een uitspraak doen. Want dat zou betekenen, moeten ze namelijk vlak bij zonsondergang, moet iemand dan, nadat hij dus een van die 4 doodstraffen, met name steniging heeft gehad, dan moet hij worden opgehangen en daarna direct moet hij worden begraven. Dat is de traditie. Overigens is dat nooit gebeurd, gelukkig. Maar dat mag dus nooit op vrijdag gebeuren. En dus ook niet, het is dus theoretisch gezien onmogelijk dat Jezus door het Sanhedrin berecht is, laat staan, te dood is veroordeeld. Laat maar de historische Jezus van Nazareth heb ik het dan over. Ik denk ook niet dat in het Nieuwe Testament met zoveel woorden beschreven is. Als je het Nieuwe Testament leest, voor zover ik me dat herinnert, is dat het volk dan zegt, kruisigt hem. Maar dat helemaal niet kan, want het volk kent die doodstraf niet. Dat die door het Sanhedrin wordt uitgesproken, maar misschien heeft het volk dat gezegd tegen Pontius Pilatus, die daarop zijn handen in onschuld wast. Maar ik weet het niet. Ik heb daar nogal gemengde gevoelens over. Ik denk niet dat het echt gebeurd is zoals het gebeurd is. Maar goed, ik ben er niet bij geweest. Nee. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Maar ik heb nog wel even een aanvulling, een kleine aanvulling. Als ex-christen en Noachiet weet ik natuurlijk wel iets van die kruisigingstoestand. Maar het was niet zo, zoals wat Meir zegt, dat hij op Shabbat was gekruisigd. Want voordat de Shabbat begon, hadden ze hem al van het kruis afgehaald en is hij toen in die tombe gedaan. Dus die klopt iets in ieder geval. Tot op Jan Meidenbrevier. Ja, dat klopt, Annemarie. Sowieso mag het Sanhedrin iemand nooit op vrijdag. Kijk, het is zo dat de Sanhedrin gaat in beraad. En dan dat beraad wordt altijd voortgezet in de avond. En dan wordt het vonnis geveld tegen zonsopgang de volgende dag. En dan wordt het ook direct volvoerd. En dat mag dus nooit op vrijdag gebeuren. Vandaar dat in Israël het Sanhedrin altijd op dinsdag en donderdag zitting had. En op die dagen lezen wij ook in Shul
uit de Torah, omdat dan altijd de markt, hè, we noemen dat een markt, die heet de shuk. En de shuk, de markt, werd vroeger altijd bij de Sha'ar, bij de poort gehouden van de stad. En de poort, Sha'ar, dat betekent ook dat, daar had ook het Sanhedrin, dit klein Sanhedrin, bestaande uit 23 rechters, had daar zitting. Dat wil zeggen dus, alleen op dinsdag en donderdag had het Sanhedrin zitting en tegen de avond werd altijd vonnis geveld. Want het klein Sanhedrin mocht ook de doodstraf uitspreken. En dat gold ook voor het groot Sanhedrin. En jullie weten dat het groot Sanhedrin was gevestigd op de hoogste gedeelte van het Tempelplein in de Kamer van de Gehouwen Steen. Daar zaten ook de nazaten van Jitro. Dat waren proselieten, die waren tot het Jodendom overgegaan. Dat waren de grootste geleerden onder het Joodse volk. En die, ja, die hadden zitting op dinsdag en op donderdag. Heel interessant. Omdat ik zie dat Bert Wani iets wil vragen. En daarna wil ik graag ook iets vragen. Als Bert, jij was voor mij en dan wil ik ook iets zeggen als arts met betrekking tot die kruisiging. Ja. Kijk, ik wil hier niet zeggen wie nou de veroordeler is van Jezus Christus is geweest. Als ik het verhaal lees, dan zie ik toch heel duidelijk dat Rome was de machthebber. En daardoor kon het Sanhedrin de uitspraak niet doen. Dat moesten ze wel, ondanks dat ze het niet wilden, moesten ze overlaten aan de macht. En de macht was Rome. En Rome kende wel degelijk de kruisiging. Er zijn als je het verhaal van Rome leest voor de christelijke jaartelling en na de christelijke jaartelling, en daar 10.000 misdadigers gekruisigd. En als ik het verhaal van Jezus lees, zie ik dus duidelijk dat er dus op die beroemde vrijdag een behoorlijke discussie was van wie gaat nou die Jezus veroordelen. Het Sanhedrin wist donders goed, wij kunnen het niet, want we zijn niet de machthebber. Dus we moeten die macht als het ware overschuiven naar Pilatus, die dus daar wel de machthebber was. Maar ook die had een probleem, want zijn vrouw had in een droom gezegd, laat je alsjeblieft daar niet mee in. Dus het is een heel ik heb eens een documentaire gezien en dat gaat over de rechtspraak van Jezus. En daar worden al die vragen naar voren gebracht. Dit is een hele moeilijke discussie, want ja, het antisemitisme heeft natuurlijk helaas onterecht de Joden als moordenaar van Christus beduid. Met alle kwalijke gevolgen van dien. En ik denk niet dat het belangrijk is dat we de daden aanwijzen, maar dat we, en zo kijk ik ernaar, meer kijken naar, dit is er gebeurd. Je ziet op die vrijdag namelijk enorm veel bewegingen, ook bij die groep volgelingen van Jezus. Dat gaat alle kanten op. Dat is ook een mooi stelletje bij elkaar, ik kan wel zeggen, op die dag. En ja, zo, als ik dat verhaal lees, dan lees is ik eigenlijk dat daar in dat hele verhaal van Goede Vrijdag heel veel eigenschappen van ieder mens in naar voren komen. Want ook wij zeggen van, oh, die zal ik nooit verraaien. Ja, totdat de politie voor je deur staat. Ja, dan gaat de haan 3 keer kraaien. Dus het is een heel moeilijk verhaal. Ik vind het heel moeilijk als je zegt, die was schuldig aan de dood van Christus. Ik denk dat er een bijzondere mens is geweest die Jezus werd genoemd en ons een andere manier van leven heeft voorgespiegeld. Hij komt absoluut, ook duidelijk. Ja. Ik lees in de Torah lees ik ook van dat God zegt, ik heb niks aan jullie offers. Daden wil ik zien. En dat is toch eigenlijk wat Jezus ook zegt. Hè? Klopt, offers hebben, klopt. Daden klopt. Willen we zien. Daden willen we zien. Dat zeggen de profeten. Ik wil nog iets heel anders. Ja, zeg maar. Ik wil er graag nog iets heel anders aan toevoegen. En dat doet niets af aan de grootheid van Jezus. En het feit dat hij zich heeft willen opofferen als lam voor het hele volk. Maar als ik gewoon even medisch bekijk. Het was vrijdagmiddag en het was vlak voor Pesach. En dan kan je uitrekenen hoe laat het Shabbos was. En dat is vroeg. In Jeruzalem zeker, want daar houden ze hem altijd iets vroeger in dan in de rest van het land. Als je dan kijkt hoe laat Pilatus dan uiteindelijk de verdict gegeven heeft, en dan hoe handig en verstandig het was dat Jezus diverse keren op de Via Dolorosa is gevallen. En toen moest hij nog in het cachot worden neergezet voordat het kruis omhoog was.
En toen moest hij nog worden vastgezet op het kruis. In ieder geval, we komen vlak vlij de Sabbat. Nou gaan we naar het volgende. De kruisiging op zichzelf doodt de mens niet. Je krijgt helaas ontzettend pijnlijk een spijker in je rechterhand, in je linkerhand en ook nog geen twee in je voeten. Maar daar sterf je niet aan. Ja, maar dat klopt ook. Je sterft aan het feit dat je daar dagen blijft hangen. Wacht even, laat me even uitspreken. Je sterft aan het feit dat je daar dagen zou blijven hangen. En dan droog je natuurlijk uit en het is erg pijnlijk en je raakt in coma. En hij is ook zeker weggezakt. Dan staat er ook in een van de, ik geloof Lucas, maar dat weet ik niet zeker, beschreven dat een van de Romeinse soldaten gooide een speer naar hem en hij bloedde. Dat zie je dan ook altijd zo mooi op die mooie beelden. Middeleeuwse beelden, dan zie je zo'n streepje ergens op bij zijn ribbenkast en daar stroomt bloed uit. Een dood iemand bloedt niet. Dus hij leefde nog toen hij die speer zo vriendelijk naar zich toe geworpen kreeg. En ook daar is hij niet aan overleden. En toen werd het Shabbat en zei hij moet begraven worden voor de Shabbat volgens de Joodse wetten. Dus hij is van het kruis afgehaald, waarschijnlijk in coma. Hij is flauw gevallen, dat kan niet anders. Hij is neergelegd in het graf. Nou, we hebben het gedaan, zeiden de Romeinen. We hebben hem opgehangen, dus je kan er een V bij zetten. Een vinkje van, we zijn Joodse, we hebben het gedaan. Hij is in het graf neergelegd, daar is hij gekoeld. Zijn, mag ik zeggen, vrouw, in ieder geval zijn moeder, was bij hem. En ze hebben hem natuurlijk water, ze hebben hem ook gewassen. Ze hebben hem water gegeven en hij is op een bepaald moment 's nachts bijgekomen. En hij, daarom is hij ook 3 dagen later gezien, waarin iedereen gezegd heeft, jongen, je moet nou echt maken dat je wegkomt. Want je moet nu niet nogmaals gezien worden, want dat zullen de Romeinen niet pikken. En toen is hij dus weggegaan en dan zijn er de vraag, is hij gegaan naar Egypte, waarvan heel veel volgelingen zeggen dat hij daar is gegaan, tot verhalen dat hij nog heel lang geleefd heeft in India. Mij geeft het wat minder schuldgevoel dat wij schuldig zouden zijn aan de dood van Jezus en dat hij zijn woord en zijn ideeën nog lang en gelukkig verder heeft kunnen volbrengen. Maar dat doet niets af aan het feit dat de Romeinen het verhaal hebben genomen daarna en dat er een christendom ontstaan is. Want iedereen moest natuurlijk zijn mond dicht houden. Christus is Christus geworden omdat hij het op zich heeft genomen. Dat is de Mashiach. En dat was ontzettend politiek belangrijk om op dat moment een Mashiach te hebben. Dat is wat ik er medisch aan toe wilde voeren. Een fantastische lezing die ik erover gehoord heb. Met allerlei vindingen en verhalen over hem. Hij is in Egypte geweest en inderdaad schijnbaar daarna weggegaan via nog Georgië naar India. Dat is wel even een... Ik heb nog een toevoeging, Elisabeth. Bedankt voor deze expositie. Ik heb een toevoeging in Egypte. Ik heb thuis in Leeuwarden zelfs, heb ik liggen een boek, de Nag Hammadi geschriften. Die heb ik allemaal gelezen en dat gaat dus over inderdaad wat jij vertelt, dat Jezus in Egypte geleefd heeft en daarna schijnt hij naar Engeland gegaan te zijn. En daar is ook een kerk, daar ben ik ook geweest, die daar, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, maar ik raad jullie aan de Nag Hammadi geschriften te lezen. Er zat heel veel, als inleiding zat er een historische verhandeling wat er volgens die theorie met Jezus gebeurd zou zijn. Heel interessant. Jongens, we hebben het. Wat er historisch gebeurd is, ik weet het gewoon niet. Ik wil alleen nog even terugkomen. Er is ook een vraag van Ab. Hoe moet ik Dwarim 21:22 zien? Nou ben ik niet zodanig dat ik dat uit mijn kop weet, Ab. Gaat dat over iemand die wordt opgehangen of zo? Ja, daar staat dat iemand wordt gehangen aan het hout. En waarschijnlijk wordt dat dan bedoeld. En dan heb ik nog een tweede opmerking. Er werd net gezegd dat Jezus zou gekruisigd zijn op vrijdag. Maar ik heb zelf, als je het goed bekijken, het idee dat het op woensdag zou zijn. Dat maar klopt inderdaad, ja. Het ene is even, volgens mij wordt er gesproken in de Dwarim 21 vers 22 over het hout. En ja, er werd dus net gezegd dat het niet een kruis kon zijn, maar ik denk dat dat misschien die paal is. Ja, ik begrijp je. Ja, daar staat Begie Berosh, Begie Baish, Geet, Mishpat Mavet.
Wuhumat, we talitu oto al eets. Iemand die ter dood veroordeeld is door een van die vier doodstraffen, dus worging, steniging, onthoofding of hoe heet dat ook alweer, zwaard, dat die direct na het voltrekken van de doodstraf moet die worden gehangen aan een staak. En nou komt het. Dat wordt uitgelegd in de Talmud. Hij moet daar even hangen voor zonsondergang, niet langer dan 2 minuten. Daar moet hij onmiddellijk van worden afgehaald, want en dat staat dus moet alleen gehangen. Nee, dat staat dus niet in. Het staat alleen in de Torah dat zijn lichaam. Kijk, iemand wordt altijd aan het eind van de dag ter dood veroordeeld. Voor zonsondergang is hij doodgemaakt. Dan wordt hij opgehangen. En onmiddellijk voor zonsondergang nog moet hij van die paal gehaald worden. Waarom? Want het staat in het vers daarna, meen ik, dat iemand niet 's nachts aan zo'n paal mag hangen. Want dat zou een belediging zijn voor hem en ook voor God. Want een menselijk lichaam behoort aan God toe en niet aan de mens. Dus dat moet onmiddellijk in eer, laat ik maar zeggen, dat moet netjes begraven worden. Nog één ding wil ik zeggen over het laatste avondmaal. Dat is op Pesach. Dat is de 14e Nisan geweest. En als je het uitrekent, was dat laatste avondmaal volgens mij, ik weet het niet zeker, was op donderdagavond. Dat betekent dat hij op vrijdag, want toen is hij verraden door, hoe heette die man ook alweer? Judas. Hoe heette die nou? Judas. Judas Iscariot, die heeft het Romeinen, dat hele verhaal. En toen is hij op vrijdag volgens, zou die veroordeeld zijn, en dan wordt hij dus vrijdagavond, zou die moeten zijn gekruisigd. Maar dat kan dus nooit volgens de Joodse wet gebeuren, want dat mag helemaal. Iemand mag niet op Yom Tov, op een feestdag, begrijp je, beoordeeld worden, laat staan, gedood worden. Maar goed, dit even terzijde hoor. Maar, dat is eigenlijk wat ik ervan weet. Oh, Bert, het maakt nog een opmerking. Mag ik ook? Jezus zei de wet. Met een stoker kwam bloed uit water uit zijn zijde. De benen van Jezus werden gebroken. Dit in verband met de Shabbat. Dat laatste, dat snap ik niet. Wat hebben de benen van Jezus die gebroken werden, wat hebben die met de Shabbat te maken, Bert? Ja, maar dat zijn teksten van 300 jaar later. Hallo. Ja, maar oké, als dat zo zou zijn. Ik ken geen traditie dat de benen van iemand gebroken moeten worden. Nou, als die benen gebroken worden, dan zakken de longen naar beneden. Dus hij zal dan sneller overlijden. Want hij moest overlijden voordat de Shabbat zou beginnen. Dus het is eigenlijk een soort genadeklap die toegebracht werd. Uh-huh. Ja, dat mag niet volgens de halacha. Dus. Het is volstrekt, ik denk dat het toch een hele barbaarse manier was dat hij op die manier moest overlijden. Hij was gelukkig. Het duurde ook nog heel lang voor hij overlijden heen was. Afschuwelijke dood. Kruisiging is überhaupt een vreselijke dood. Volgens mij was het iets van de Romeinen die dat bedacht hebben, hoe dat allemaal zou moeten gaan. Ja, dat is niet lekker. En dat dobbelen. Jacob. Ja? Ik heb er een goed boek over gelezen, dat heet De Zeloot. Nog niet zo lang geleden, een jaar geleden in de bibliotheek lag dat. En over die tijd weet ik dat eigenlijk Israël, dat was een uithoek van het Romeinse Rijk. En er waren toen veel opstanden tegen de Romeinse heerders in die tijd. En ik denk dat Jezus een beetje de pech heeft gehad, omdat het een roerige regio was. Hij werd ook eigenlijk eerder veroordeeld als oproerkraaier dan eigenlijk als Christus. Dat heb ik gelezen. Interessant.
Ja, want hij is eigenlijk met zijn apostelen is hij naar Jeruzalem gegaan. En hij heeft daar de markt verstoord in de tempel, geloof ik. En dan hebben ze hem uiteindelijk opgepakt en dan hebben ze hem veroordeeld. Zoiets. Mm. Maar ik zal u zeggen, het Nieuw Testament is voor het grootste stuk opgebouwd door Paulus. En Paulus zelf heeft Jezus nooit gekend. En de broer van Jezus was, was tegen de ideeën van Paulus. Maar de broer van Jezus noemde Jacobus en die is uiteindelijk ook vermoord geraakt. En uiteindelijk zal later Paulus ook nog eens vermoord worden. Dus ja, het is een heel tragedie eigenlijk. Ja. Ja, we komen er niet uit, mensen. In ieder geval denk ik wel dat we de conclusie mogen trekken dat het absoluut geen uitspraak van het Sanhedrin is geweest en zeker niet een vonnis van het Sanhedrin is geweest. Oké, mensen. Schip, ik vond het heel leuk. Mag ik nog één ding naar voren brengen? Er is een geschrift dat heet Valsheid in geschriften. Dat is geschreven door door Jacob Slavenburg. En dat behandelt de zaken rond wat men dan noemt het Nieuwe Testament. En hij beschrijft daarin hoe daar gerommeld is met van alles en nog wat. En hoe ook de kerk behoefte had aan wonderverhalen. De bronnen de bronnen kloppen niet en daar is allemaal onduidelijkheid over. De namen van de zogenaamde evangelisten die aan de evangeliën zijn toegevoegd, die zijn bepaald. Die evangeliën zijn niet geschreven door de mensen wie een naam erboven staat. Een heleboel brieven die aan Paulus worden toegeschreven, die zijn niet door hem geschreven. Daar klopt heel erg weinig van. Er zijn zoiets van 15.000 verschillen en veranderingen genoteerd in de loop der jaren. Omdat men had de gewoonte om de teksten steeds weer aan te passen aan de zich ontwikkelende theologie in die tijd. Dus vandaar dat je daar allerlei wonderbaarlijke dingen tegen gaat komen. Wanneer het Nieuwe Testament leest. Dus er klopt een heleboel niet van. Maar dat boek van Slavenburg, dat is mijns inziens een aanrader. Maar ja, je kan natuurlijk ook weer niet alles lezen. Dat weet ik ook wel. Zou ik er ook iets over mogen zeggen? Of liever gezegd, niet inhoudelijk. Maar ik heb hier nou een boek op tafel liggen. Dat is het Nieuwe Testament, alleen door Joden becommentarieerd. Zowel in het Engels als in het Duits. Dat is het Nieuwe Testament Judisch erkleerd. En daar staan ongelooflijk veel antwoorden op al die vragen die jullie nu horen. Dat is wel interessant. Ook over de kruisiging en over het aanbod. Er zijn de verschillende evangelisten ook niet eenduidig in. De ene evangelist praat er op een andere manier, met een ander tijdsbegrip over dan de drie, met name Johannes. Anders dan de drie synoptische evangelisten. Zodat er eigenlijk een ongelofelijke hoeveelheid informatie in dit boek over het Nieuwe Testament, wat afsluitend door een Joodse geleerde samengesteld is. Het zijn Amerikanen met name, maar inmiddels is het ook in het Duits vertaald, vorig jaar. Ik moet zeggen dat ik lees het met ontzettend veel vreugde. Kan je de titel nog even aan ons laten zien? In het Engels, de Engelse titel is The Jew is a Noted New Testament. En de Jew is a Noted New Testament. Kun je het zien? Nee, hè? The Jewish Testament. Ja. Dat gaan we opschrijven. En de Duitse versie, het is al 10 jaar oud. Er is een tweede druk. In 2017 is er een tweede druk uitgekomen. En daarna is het direct ook in het Duits vertaald. Dat is dit exemplaar. Ah, ja. En dat is aangevuld met 4 essays. Met name die betrekking hebben op de
op de situatie hier in Europa, in Duitsland. Ook over de Joodse ideologie. Maar heel veel vragen, nou, dankjewel. Inleidingen en commentaar, heel kort commentaar op de tekst van de evangelie. Maar er zitten heel veel essays bij die al deze vragen vanuit Joods perspectief belicht worden. Dus ik kan jullie zeer aanraden. Ja. Is de moeite waard. Nou, ja, dankjewel Renier. Nou, dankjewel Renier. En nou mensen, het is inmiddels 10 uur. Mijn vrouw heeft me al enige keren gewenkt dat ik naar buiten moet komen. Ik ben op dit moment in Eilat. Dat is een hele mooie plek aan de zee. In een soldatenhotel. Via mijn zwager. En we blijven hier over Shabbat. En overdag zijn we bij het... Chaim zal dat wel leuk vinden. Bij Kfir, die... een van de managers is van het Rief, van het dolfijnenrief. Die dolfijnen kunnen daar vrij zwemmen. De enige plek ter wereld waar de dolfijnen A, bij de mensen zijn, maar B, ook wanneer ze er geen zin meer in hebben, dat ze gewoon de Rode Zee opgaan. Chaim is heel vaak daar geweest. Hij moet de groet hebben van Kfir, dat is de zoon van mijn zwager. En je bent van harte welkom om weer gauw bij ons te komen. Naartoe? Ja. Ja, en over volgende week woensdag gaat gewoon de les weer op normale tijd door. Alleen wil ik zeggen dat over 2 weken wil ik vragen, even kijken wat was er over 2 weken, dan heb ik een, moment hoor. Ja, de 29e wordt een zoon